De volgende attractie waar ik niet op ga, maar mijn maat wel, is de Mad Mill. De Mad Mill, zo moet ik hem noemen. En eigenlijk vind ik die best nog leuk gethematiseerd. Kijk, je hebt daar bovenaan een molentje, super leuk. En dan heb je hier zo de topspin, mag ik niet zeggen, want dit is geen topspin. Maar dit is een soort ronddraaiend schip. Ja, eigenlijk wel een ronddraaiend tonnenschip. Mad Hill, Indoneraal, on the right. Nog een attractie die ik niet doe, dat is het topspin. Maar kijk eens wie er daar onderuit zit te filmen voor mij. Wow, leuk. Gezellig. Dit zijn bijna privéritjes hier in Duinrail. Echt gezellig. Ja, ondertussen is het ook lekker weertje geworden. Kijk eens. Lekkere blauwe lucht. En dan komen die attracties nog meer tot z'n recht. Ze zijn eindelijk een beetje weggestopt. Je zou denken van, waar is die attractie? Die is nergens te vinden. Maar goed kijken, de attractie zit tussen de bomen. Echt leuk. Welkom op de Splash, super cool. Ik heb het toch nog net naar voren. Superleuk. Dit is
We zijn daar. Het is als het niet te betekenen, maar nog. Let's go! 3, 2, 1. Zotjes. Oké, dit was dus de omdraai van de splash. Leuk. Deze splash hier, die heb ik daarnet gedaan. In de boot, tussen allemaal gillende kinderen. En ik moet zeggen, het was leuk. Het was een beetje warm. En ik werd niet nat. Behalve bij het naar boven gaan, werd die wel een klein beetje nat. Omdat er een beetje lekkage was in de boot. Maar kijk. Dat was de splash. Leuk. En het leuke is de splash. En daar heb je nog altijd de molen. Thematisatie is hier echt wel leuk. En dit is voor de ghost peoples. Ghost peoples inside. Afgelopen. En dit zijn de achtbanen. Echt leuk, daar is hij. Daar gaat hij. Zie je hem tussen de bomen? Daar is hij weg. Yay! En weer in de bomen, in het bos. Leuk. En daar is de Big Splash. De Big Splash komt eraan. Topspinnetje doen. Gezellig. Een paardenmolen. Een paardenmolen met 2 verdiepingen, dames en heren. Dit wordt leuk. Daar ga ik gewoon een keer een omdraai op maken. Heel leuk. Oké, de carousel. Wat gaan we doen? Erop gaan wanneer dat die draait of gaan we wachten totdat die stopt? Het is hier zelfservice. Ik ga een keer wat proberen, hè. Dat is hier een web. Dat wordt leuk. Oei. Dat piept en kracht. De web gaat niet goed alleen. Het is toch speciaal. Als ik naar de andere kant ga, tip die naar de andere kant. Dit zijn de pannenkoekenprijzen. Ja. Alle pannenkoeken, of toch bijna alle pannenkoeken, zijn met Nutella en slagroom. En dan heb je hier ook nog Polles keukenpannenkoeken. Zijn bijna dezelfde. Hetzelfde aanbod ongeveer. Maar eerlijk gezegd, ik snap het niet. Een Bourgondische pannenkoek kost ongeveer 12 euro. Maar eentje met ijs en aardbeien en Nutella en slagroom kost 13 euro. Allee ja. Een klein verschilletje. En dan een natuurlijke pannenkoek met suiker. Bijna 7 euro. De pannenkoeken worden hier wel zelf gemaakt. Maar persoonlijk, ik vind ze te duur. Dus ik ga geen eten. Hier gaan we nog een keer. Let's go! Ondertussen is de baan ook al lekker droog, dus dat is wel heel leuk. Want de eerste rit vandaag was de baan ja, een klein beetje nat. Maar nu is die gewoon droog en dat vind ik wel goed. Zo,
stop. We mogen nog niet verder. Ik ga nog een keer wachten totdat het groen is, want meneer voor mij gaat eigenlijk niet zo heel snel. En ik ga wel heel snel. Dus ik wacht gewoon lekker. Zo. Let's go. Yay! Oeh. Wat leuk. Echt leuk dit. Echt waar. Yay! Wat is er gebeurd? We hebben file onderweg. Er is file. Er is opstropping. File op de roddelbaan in Duinrel. Wat een avontuur. File. Het is file in richting Duinrel. Het is file naar de uitgang. Het is file. Jawel, file. Ja, dat kan. Je moet de hendel naar beneden doen. De hendel naar beneden doen. En ja hoor, de file, ja. Een klein duwtje erbij. Dit hebben we ook een keer meegemaakt. File op de roddelbaan in Duinrel. Ik zie iets. Dit was mijn dagje Duinrel vandaag. Mega cool. Nu is het tijd om naar het tikkiebad te gaan, maar eerst nog een keer stoppen bij mijn auto. Superleuk. Voilà, Duinrel zit erop. We mogen naar huis gaan. Ik ga nog één iets doen en dat is het tikkiebad zoals ik al zei. Wordt leuk. Dit is het tikkiebad. Super plezant. En daar ga ik nog heen. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Graag tot een volgende keer. Vergeet jullie zeker niet te abonneren en mij te volgen op de social media. Dag!